kijkers van dit kanaal. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe Wie is de Mol Hints Theorie of video hier op dit kanaal. In deze video ga ik aflevering 8 bespreken, want die is natuurlijk gisteren weer op tv geweest. En ik heb er zelfs altijd weer enorm veel zin in. Ik heb hier zelfs altijd weer mijn molboekje, het molboekje van 2023. En hierin staan ook weer de hints en theorieën voor deze aflevering. De titel van aflevering 8 was zinvol. En als ik aan één ding moet denken wat zinvol was, en dit is voor de mensen die in de Anna-tunnel zitten, zit ik zelf niet in. Ook al denk ik zit zelf nog steeds op Kees, dat het Anna ook wel eens heel goed kan zijn. Het was namelijk heel zinvol in de tweede opdracht, dat Anna zei dat ze het woordje boek ook op een andere manier kunnen gebruiken in een zin. Waardoor ze uiteindelijk wel een goede zin hebben gemaakt. Dat was heel zinvol. Dan gaan we naar de allereerste opdracht van deze aflevering. En deze opdracht heette overtuigen. Ze konden 5000 euro verdienen en daarvan hebben ze 2000 euro verdiend. Voordat deze opdracht begon, werden de kandidaten één voor één bij Rick geroepen. En moesten ze antwoorden op de vraag, ben jij te vertrouwen? En hier zegt Rosario iets opvallends. Hij zegt namelijk, nee, hij is niet te vertrouwen. En daarop reageert Rick ook. Moet je maar eens zien. Nee, hè? Ja, dat is wel interessant. Daarna moesten ze een lijstje invullen met wie ze het minst en meeste vertrouwden. En daar kwam uiteindelijk dan degene uit die het minst vertrouwd werd en het meest vertrouwd. Degene die de groep het meest vertrouwde, die kreeg namelijk een speciale positie. En toen ik dit zag, moest ik meteen weer denken aan De Mol België. Dit was eigenlijk ook al een opdracht in De Mol België. Volgens mij was dat... Het was niet het vorige seizoen, was het seizoen daarvoor, 2022. Rosario, die had namelijk de opdracht gekregen om bij de finish te staan. En de andere kandidaten, die moesten lasergamen. Ze moesten tijdens dat lasergamen, moesten ze kleine opdrachtjes doen. En met die opdrachtjes konden ze dus geld of jokers verdienen. Dan moesten ze dat in het koffertje doen en dan moesten ze dus naar de finish toe. Daar stond dus Rosario en moesten ze Rosario overtuigen dat er geld in het kistje zat. Maar ja, als kandidaat kun je natuurlijk ook een joker meenemen. En dan moet je hem dus overtuigen dat je dus ook geld hebt, maar dan zit er dus eigenlijk een joker in. Als Rosario de kandidaat zou afschieten en er zat een joker in, dan was die joker voor Rosario. Zat er geld in, dan werd dat geld dus niet verdiend. Dus naar mijn mening, in de positie van Rosario, als je echt een kandidaat bent, dan wil je eigenlijk wel iedereen afschieten, denk ik. Aangezien als kandidaat wil je natuurlijk gewoon die jokers. Je wilt niet dat andere jokers hebben. En al waren die opdrachtjes die de kandidaten moesten uitvoeren, ze moesten een kaarthuisje maken. Dat was best wel moeilijk. Zaten er nou wat makkelijkere opdrachten tussen, dan waren de kandidaten sowieso voor jokers gegaan. Dus ik denk al, was ik Rosario, dan had ik ook wel 3 mensen afgeschoten. Als eerst kwam namelijk Fons en Fons had een joker gepakt, terwijl hij zei dat hij geld had gepakt. Ja, en dat vertrouwde Rosario natuurlijk niet. Dus Fons werd afgeschoten en moest ook de Macarena doen. Dus dat betekent dat Rosario sowieso zijn joker kreeg. En daarna kwam Anna met 500 euro. Zij werd ook afgeschoten. Ja, dus geen 500 euro in de pot. En daarna kwam Kees. Ik weet even niet meer wat hij... Volgens mij had hij 1500 euro. Werd ook afgeschoten. Ook al vond ik dat hij het best wel goed deed. Ja, Rosario vertrouwde het niet. Hij werd ook afgeschoten. Dus ook geen 1500 euro in de pot. En als laatste kwam Rian. En Rian kwam met 2000 euro. En ja, eigenlijk vertrouwde Rosario het niet. Maar Rosario had de andere 3 ook al afgeschoten. Hij kan niet iedereen afschieten. Dus uiteindelijk heeft hij Rian niet afgeschoten. En heeft Rian dus 2000 euro verdiend bij deze opdracht. En heeft Rosario er eigenlijk ook voor gezorgd dat die andere 2000 euro niet verdiend zijn. Maar ja, is wel logisch als hij een kandidaat is. Is ook logisch als hij de mol is. Ja, ik denk dat hier niet echt een beste plek is voor de mol. Tenminste, hij heeft hier geen keus. Want Rosario die werd natuurlijk gekozen omdat hij het meest vertrouwd werd door de groep. Dat kan de mol niet kiezen. En ja, daar komt de mol sowieso al uit bij het lasergamen. En dan gaat het er natuurlijk ook om van, wordt de mol het meest vertrouwd of het minst vertrouwd? Dan had de mol namelijk meer speeltijd. Ja, ik denk dat de mol misschien wel voor het geld had gekozen. Aangezien de kans dat je afgeschoten wordt bij Rosario is echt heel groot. En dat zag je natuurlijk ook. 3 van de 4 werd afgeschoten. Denk ik dat de mol misschien wel voor geld had gekozen. Dus het zou dan Kees of Anna zijn geweest. En die is dan dus uiteindelijk afgeschoten. Ik denk dat Anna misschien wel de beste positie had. Omdat 500 euro is net niet veel. Dus als je dat als mol in de pot brengt. Ja, het is kloten, maar het is maar
maar €500. En als je het niet in de pot brengt omdat je afgeschoten wordt, ja, dan laat je wel aan de groep zien van, ik ben wel te vertrouwen, ik zorg wel voor geld. Dus ik denk dat Anna wel het beste hier zo in deze opdracht gedaan heeft als mol, maar het zou Kees natuurlijk ook nog kunnen zijn. Ja, en Fons had natuurlijk gewoon een pure kandidatenactie gedaan voor die joker en het lukte hem ook nog eens om dat kaartenhuis te maken. Dus boom joker, maar ja, helaas niet de joker verdiend. Uiteindelijk dankzij Rian dus €2000 verdiend met deze opdracht. Dan gaan we doen naar opdracht 2 en opdracht 2 heette Goed op Dreef. Ze konden €1650 verdienen met deze opdracht en daarvan hebben ze maar €80 verdiend. In deze opdracht kreeg Fons, degene die in de vorige opdracht het minst vertrouwd werd, kreeg een speciale opdracht. De andere 4 kandidaten die gingen per duo's in een bootje en moesten woorden opvissen. Met die woorden moesten ze zinnen maken en dat mocht Fons dus doen. Per woord wat ze in een zin zouden gebruiken, zouden €30 opleveren en per woord dat niet gebruikt zou worden, zouden dus €100 uit de pot kosten. En dit is denk ik ook weer iets wat de mol niet wil. De mol wil niet op de plek van Fons staan. Uiteindelijk toen de andere kandidaten klaar waren, gingen ze ook bij Fons kijken en dat wil je gewoon als mol niet. Je wilt kunnen mollen zonder dat de andere kandidaten je zien en dat gaat gewoon niet op de positie van Fons. Nou kon hij daar dus zelf ook niet voor kiezen, maar je wilt daar gewoon als mol echt niet staan. Je wilt sowieso als mol in een bootje zitten. Wat verdacht is dat Anna en Rian het woordje mol opvissen. Nou ja, we weten van Rian dat ze niet de mol is, maar Anna, ze vist wel het kaartje mol op. Ja, dat is wel een dingetje. En we zien natuurlijk ook dat, ja, bij Rosario gaat het dus niet zo heel goed. Ja, is dat echt een molactie? Ik denk het niet. Ik denk het echt niet. Ja, en wat de mol in deze opdracht natuurlijk wil doen, is zoveel mogelijk kaartjes opvissen. Dat is ook hetgene wat Kees en Anna doen. En ook gewoon heel veel lidwoorden, toch? Heel veel woorden die je niet kan gebruiken. Wat dat dus ervoor zorgt dat er geld uit de pot gaat. Dat wil de mol echt doen. En dat is dus nogmaals niet de plek waar Fons staat. Dus dat is weer iets wat Anna en Kees weer echt best wel goed doen. En eigenlijk dan Anna nog wel beter, aangezien volgens mij Kees heeft geen kaartjes opgevist. Volgens mij heeft Anna dat alleen gedaan. Dus eigenlijk wel weer de beste positie in deze opdracht was bij Anna. Ja, uiteindelijk hadden ze dus 2 zinnen gemaakt en ook dankzij Anna dus, omdat ze zei dat ze het woordje boek ook anders konden gebruiken in de zin, hadden ze nog een zin. En die werd dus ook goed gerekend, dus dat was zo mooi. Ja, hadden ze uiteindelijk wel nog 4 kaartjes over, wat betekent dat er nog €400 uit de pot ging. Uiteindelijk dus maar €80 verdiend. Dan gaan we alweer door naar het grote verdenkschema, waar ik natuurlijk weer heb opgeschreven wie verdacht bij de test. Anna zat op Fons, van Fons zagen we niks. Kees zat op Rian, Rian zat op Kees en Fons. En van Rosario zagen we ook niks. Nou heb ik hier zo naast me nog eventjes het schemaatje van Mol Talk. En dan zien we ook in dat Fons Anna het minst vertrouwt. Dus van Fons zien we het niet. We kunnen er denk ik van uitgaan dat hij de test wel heeft ingevuld op Anna. En dan misschien nog iemand anders erbij. En van Rosario zien we natuurlijk ook niks. Van hem kunnen we eruit gaan dat het Fons of Anna was. Eén van die twee. En hij zegt ook dat hij maar ingezet heeft op 1 kandidaat. En dat hij eigenlijk wel zeker weet wie de mol is. Dus het zou dan Anna of Fons zijn, als we de montage mogen geloven. Niemand in de groep zit echt op Kees, behalve Rian. En ja, laten we nu even naar de eliminatie gaan. In de eliminatie zien we namelijk dat Rian een rood scherm kreeg. Rian is niet de mol. Dus echt, we hebben haar gewoon echt niet veel gezien in Wie is de Mol. En dat was niet omdat ze echt de mol is, maar omdat ze misschien niet zoveel deed of zo. Ze heeft in deze aflevering wel €2000 verdiend, dus dat was natuurlijk wel mooi. Maar Rian is dus niet de mol. Ja, en dit maakte dus wel een beetje raar voor het feit dat Rian op Kees zat. En ik zit wel een beetje op Kees, zeg maar, in de Kees-tunnel. Rian is eruit. Ze zat trouwens ook op Fons, dus misschien dat ze daardoor net wat meer vragen fout had. Geen idee. Maar dan kan het Kees toch niet zijn. Of misschien toch wel, want Kees zat ook op Rian en we weten sowieso dat Rian niet de mol is. Is Kees dan de mol? Ja, ik begin toch ook steeds meer Anna verdacht te vinden. Alleen, ik vind het heel moeilijk om nu nog om te switchen naar Anna. Dus dat is, ja, dat is een beetje kloten. Aan het einde van aflevering 8 staat de pot in ieder geval op €7585. En dan was dat alweer alles voor mijn molboekje. Laten we dan nog even snel kijken naar de Wie is de Mol app. Hier zo naast mij kunnen jullie natuurlijk weer mijn scherpje zien en zien jullie ook dat mijn punten weer verdubbeld zijn. En nog steeds maar de helft van de topscore, maar toch, ze zijn wel weer verdubbeld na de vorige aflevering. Dus dat is mooi. Ja, ik weet niet
niet op wie ik ga inzetten. Ik denk dat ik voor nu even Kees pak. Ik hoop dat in aflevering 9 nog één iemand afvalt. Want ze hebben volgens mij niet gezegd in deze aflevering van we staan in de finale. Dus misschien dat er nog iemand afvalt. Volgende aflevering is in ieder geval de finale aflevering dus. Ja, ik begin Anna toch ook wel een beetje verdacht te vinden. Ik weet het niet. Ik denk dat ik Fons vind ik te fanatiek. Als kandidaat, hij lijkt heel mollerig. Maar dat wil je juist doen als kandidaat. Zodat de anderen jou gaan verdenken. Terwijl je niet de mol bent. Ja, Rosario kunnen we denk ik ook wel afschrijven dat hij niet de mol is. Dus dan hou je Anna en Kees over. En ja, misschien dat ik dan toch weer fout zit. Ik weet het niet. Ik doe gewoon lekker Kees. Hier zo zijn we natuurlijk nog in mijn Wie is de Mol pool. Van het linkje zoals altijd weer in de beschrijving staat. Je kan natuurlijk joinen. Wordt echt gewaardeerd. Is super vet. En join natuurlijk zeker. En dan zijn we hier nog even bij mijn tijdlijn. En zien jullie dat ik dus heb ingezet op Kees. Voor aflevering 8. En de testvraag van aflevering 7 was. Was de mol de eerste die gasten kwam afzetten bij het restaurant tijdens de opdracht met de tuk-tuks? En toen heb ik ingevuld de mol was in het restaurant. Dat was natuurlijk voor Rosario of Kees. En ik zit nog steeds op Kees. Dus mocht Anna het zijn, dan heb ik deze helaas fout. Eentje is in ieder geval wel afgevallen. En dat is natuurlijk Rian. Die zat ook op de tuk-tuk. En dan zijn we hier zo nog even bij de landelijke statistieken. En zien we dat Anna bovenaan staat met 33%. Daarna Kees met 31%. Daarna Rosario met 19%. En onderaan Fons met 17%. En dan was dat ook alweer alles voor de Wie is de Mol app. Mensen, ik hoop dat jullie deze hints en theorieën video weer leuk vonden. Dan kun je hem natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. Volgende week de finale van Wie is de Mol. Dus dat wordt episch. Gaan we natuurlijk nog niet zien wie de mol is. Maar het is wel de finale aflevering. Dus dat is live. Ik hoop, net zoals vorig jaar, dat er aan het begin weer iemand afvalt. Of ja, later kan eigenlijk niet. Want je hebt natuurlijk ook al de finale test. Ik weet het niet. Laat zeker in de comments achter wat jij denkt. En anders zijn dit al de finalisten van Wie is de Mol 2024 hierzo. Laat zeker in de comments achter wie jij denkt dat de mol is. En wat je van deze aflevering vond. Ik vond het best wel weer leuk. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Later mensen.